Hoe kijkt deze gruwelijke video van? Hey, dit is helemaal geen volgende over een andere keer. Nee, want dit is Splitgate. Ja, ik heb al een beetje tutorial gedaan, maar ik kom hier niet verder of zo. Ja, in ieder geval, nu moet ik 1000 jaar gaan proberen. Om verder te komen of zo. Ik vraag me af, kan ik niet gewoon skippen? Nee, zelfs dat kan niet. Want, ja, dit is gewoon voor die tutorial. En ik moet het dus, ja, maar gewoon zien te, ja, activeren. Dit ding, maar ik snap niet hoe dat moet. Dus ja, dat is een beetje. Ja, en ik wil eigenlijk wel graag verder komen voor deze video. En ik heb nog niet gezien dat je kan skippen, want dat kan niet. Je kan niet de tutorial skippen, je moet hem doen. Dat is hetzelfde als bij Apex. Je moet die tutorial doen. Dat heeft puur ermee te maken, denk ik, jongens. Zodat mensen niet. Ja, zodat mensen het een beetje snappen hoe het werkt. Het hele systeem. Dus we gaan maar beginnen. Alleen ik krijg die portals niet geactiveerd. In ieder geval, jullie zien hoe nu. Ja, het ding. Trouwens, vergeet muziek niet te volgen op mijn Insta, mijn Discord. Of ja, join in ieder geval mijn Discord en volg muziek op de andere socials. Zodat je geen notificaties misloopt of. Oké, wat de fuck is dit? Ik snap het totaal gewoon niet. Oké, claim rewards doe ik wel. Oké, drops. Ik snap. Oké, de volgende keer ga ik sowieso met Sibel dit doen. Hij heeft gezegd, ga dit doen. Hij zei, ga dit doen, zei hij. Die en daarom denk ik de volgende keer ga ik met hem, maar ik wil het zelf eerst een beetje uitvinden hoe het nou allemaal zit. Maar wat mij al een beetje opvalt is denk ik, vind het lijken op de controller versie van, of de console versie voor Valorant. Ja, hoezo wat, wie dat waar? Ja, waarom vind ik het lijken nou? Het lijkt er gewoon op, ik heb er wel eens gezien. Ja, wat de fuck is dit? Nee, ik hoef niks. Oké, ik ga denk maar eens even proberen, denk ik. Denk ik. We hebben de tutorial gedaan. Alleen waar staat het dus nu op? Maar dit is dus een portal game, volgens mij. Een portal game. En ik ben daar niet zo van, jongens. Als dat is. Ik ben daar niet zo van. Ik ben niet zo van die portal game modes. Ik ben daar niet van. Ik ben daar niet voor gemaakt. Maar ja, ik geef een kans voor een keer op 3, 2, 1. Team Deathmatch. Gain the lead. Ja, daar gaan we al. Ik kan die movement niet maken. Ik kan gewoon echt niet die movement maken. Denk ik. Oké, echt.
Maar dit is een portal game mode en ik hou daar niet van. Oké, eerste kill! Eerste kill! Oké, eerste kill is dit, jongens. Double kill! Oké, 5 kills al. 5 in totaal. Ik doe mijn best. Dan hebben we al een stuk meer. Dat is nummer 6. Ik is het best wel makkelijk game mode. Killing spree. Double kill. Van die portal. King Slayer, Collection Agency, double kill. Kijk, dit is eigenlijk best wel een makkelijk spel, maar dit is zo'n arena. Nou, met portals. Dus als jullie snappen wat ik bedoel. Oké, laat even weten. Ik zeg even wat ik bedoel met arena. Een arena is dat je gewoon dezelfde lobby hebt, zoals dit. Zo, en het is gesloten. Je kan niet naar buiten springen ofzo. Dat is dit. Een warzone en Fortnite vind ik dus persoonlijk leuk, hè? Dus in de open wereld. Het is niet in een arena of zo. In ieder geval, dat is mijn ding. Maar ja, ik vind het ook best wel makkelijk tot nu toe. Ik heb 16 kills! Ik heb 16 kills, jongens. Nee, maar het is niet een volle rand. Een volle rand is ook niet in een arena, maar ja. Met de wapens, de movement en alles. Vind ik het toch wel echt lijken op Valorant. Hoogwaarschijnlijk kennen jullie die game wel. Anders moet je maar opzoeken. Ik wil die ook nog wel eens gaan doen. En voor om met Sibal dit te gaan doen, misschien vind ik het wel leuk. Voor eens in zoveel tijd. Voor mijn streamers. Game over. Maar ja. Victory. Je win! Maar ja, ik vind het gewoon niet echt leuk. Je ziet ook echt mijn icoon! What the fuck? Oké. Waarom zie je mijn Xbox-icoon? Waarom? Maar, één ding. Ik zou het niet echt voor elke keer gaan doen. Maar want hoezo? Hoezo ga ik het niet voor elke keer doen, jongens? Puur!
Of zal ik er nog het eentje doen? Zal ik er nog eens eentje doen? Maar dan een andere bijvoorbeeld. Misschien kan ik nog even een andere gaan doen. Die race lijkt me wel wat. Die race ga ik eens even kijken, jongen. Oké, dan rijdt er een alfa. Dus... ik ga gewoon start race. Ik hoop niet dat hier met die poker komt. Maar ik snap, dat heb ik echt. One. Ik vind het ook best wel leuk. En zo moet je poorten sluiten. Dit is gewoon een race tegen de klok of zo. Je kunt het gewoon zo pakken. Bocht sluiten. Want ik ben meer gewend van het lopen. Ook een kak. Ik heb een heel stuk overgeslagen. Maar dit is gewoon een race tegen de klok. Volgens mij. Oké, nice. Jump. Lekker freestylen hoor. Freestyle. Hier, wap. Oh, ik moet verder met de race. Nee, ik moet verder met de race, jongens. Anders dan haal ik het niet. Ik wil een klote portal. Waar de fuck staat dit ding? Ik weet totaal niet, waar staat die fucking bal? Waar de fuck staat die bal? Ik snap totaal gewoon ook echt niet hoe dat
zit met die portals. Hier, je kan er toch niet komen? Maar hier zit toch geen bal? Oké, maar dit is dus die hele arena, ja, en daar. Ja, in ieder geval die race vind ik wat minder. Misschien weet jij hoe je daar komt, maar ja. Jij speelt natuurlijk al langer misschien, maar ja, ik weet niet al hoe je daar moest komen, maar die race vind ik ook minder leuk, want ja. Ja, dat is niet echt een doel. Het is niet echt met schieten en alles. Dus ja, dat is het een beetje met die race. Die vind ik wat minder leuk. Maar hoe die arena gaat, kom zo eens voor de lol een paar contentjes doen. Dus dat zou ik wel eens gaan doen, die normale game, die team deathmatch. Maar ik denk niet die race. Die race die zou ik nooit gaan doen. Hoe hebben mensen dit zo snel gedaan? Trouwens. Als ik nu die tijd zie. Kijk je die eerste. What the fuck. Nog niet eens in een minuut. Hoe heeft hij dat zo snel gedaan? Hoe? Goed zijn of zo? Of heeft hij eerst die race training gedaan? Dus ja, dat is een beetje. Ik vind het wel leuk, maar niet echt. Ja, dit is niet mijn favoriet. Ik zou het niet op stream gaan doen. Dan doe ik weer meer Warzone. Dus ja, ik zeg. Ik hoop. Ik ga dus hier gewoon ook die video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. En ik ga dus zeggen van, ik doe er zeker even een blauw duimpje over als jullie dit leuk vinden dat ik meerdere verschillende games doe. En daarnaast vergeet zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video upload. Dan moet je vooral ook even op het belletje klikken. Dan krijg je alle meldingen wanneer ik een nieuwe video upload. En dan mis je geen video's meer. En dan zeg ik voor nu adios.